Op verschillende plaatsen werden op snelwegen in ons land reeds beveiligingen van de middenberm aangebracht. De stalen rail heeft al levens gespaard. Elders beproeft men beveiligingen van olifantdraad en ook wel combinaties van gaas en staaldraad. In een rusteloos zoeken naar oplossingen om auto's die uit hun baan wijken op de weg te houden, is ook een betonnen wegopsluiting ontwikkeld en hier en daar aangebracht. Maar experimenteren met allerlei systemen is nog wel nodig. Zolang de snelheid van de auto niet al te groot is, gaat het nog wel. Maar proeven van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid tonen aan dat bij een snelheid van bijvoorbeeld 85 km per uur de resultaten van beveiliging minder overtuigend zijn. Ook met de stalen rail worden proeven genomen. In torens van 22 meter hoogte zijn camera's opgesteld die ieder detail van de botsing met de experimenterende auto's vastleggen. Ook in de proefauto's worden toestellen voor opmetingen gemonteerd die hun gegevens tijdens het experiment doorseinen naar registratieapparatuur in een andere auto. Met een snelheid van ongeveer 40 km gaat de onbemande auto op de guardrail af, botst en komt weer op de weg. Nu hetzelfde bij een snelheid van 90 km per uur. Ook in dit geval blijken de gevolgen heel anders te zijn, zodat te begrijpen is dat men zich nog niet zo 1, 2, 3 op bestaande systemen vastlegt. De onderzoekers gaan zeer nauwkeurig te werk en ze hebben verwachtingen van een verbeterd type guardrail, waarbij de vangrail niet meer tegen de betonpaal aanbevestigd is, doch met houtblokken daarvan is gescheiden. Ook bij snelheden van 90 km per uur worden hier betere resultaten geboekt. De wagen bleef bij deze proef op zijn wielen staan en liep slechts weinig schade op. Het is geruststellend dat men zoveel doet om voor de Nederlandse wegen de best denkbare beveiliging te vinden.